96,2 was het zonder telefoon. Ik ben mooi op tijd wakker, dus ik ga nog eventjes een klein uurtje aan de vlog werken. Van maandag is dat volgens mij. En dan weer richting Utrecht voor werk. Vandaag weer een shift van 10 tot 10. De vlog van maandag is aan het exporteren, dus ik hoop dat die binnen nu een kwartier of 20 minuten klaar is. Dan red ik het nog om hem te uploaden voor werk. Ik moet over een klein half uurtje weg. Cheers. En we zijn onderweg. Ik heb die weer even mee. En kijken of we daar tot 12 uur op volhouden. En dan weer een bakje kwark erin en trainen rond 1 uur. Dus eerst even wat pt'tjes weg te houden, maar dat komt wel goed. Ik vind dit weer echt zo fucking chill. Dat het wat frisser wordt. Nog niet te koud om in een t-shirt te lopen, maar gewoon lekker zonnetje in je gezicht. En gewoon een beetje fris. Ja, het is nu 13 graden of zo, maar... ik vind het echt heel relaxed om te lopen. We staan nu al 10 minuten stil, want iemand heeft aan de noodrem getrokken. Een vergissing had gemaakt tussen een persoonlijke noodsituatie en een echte noodsituatie. En helaas heeft dat voor een nodige vertraging gezorgd. Ik geef u een overzicht van de mogelijkheden om vanaf... Woerden alsnog verder te reizen. Huidige shape. Ik heb alleen die eiwitshake op tot zover. Yay, koffie. Cheers. En wat meer koffie en een teaser. Gaat prima zo. En het is tijd voor mijn ontbijt. Lekker bakken met kwark, veel water erbij. Hetzelfde verhaal als altijd en het is nu 10 voor 12. Dus ik ga rond 1 uur weer trainen. Ik pak denk ik borst vandaag, maar ik moet zo even kijken. En even een kopje verse thee voor mijn training nog. Knal even mijn pre-workout erin. Cheers. En dan zo trainen over 20 minuten, kwartiertje of zo. Dus nog even snel wat dingetjes doorlezen en dan lekker aan de bak. En het nieuwe artikel dat ik gisteren heb geschreven staat ook al online op XXL Nutrition. Die zal ik ook even onderin linken in deze vlog. Zo, ik ga zo maar eens beginnen. Het is nou 2:15, maar... ik voel het vandaag niet echt, jongens. Oké, gewoon weinig energie. Ik zou vandaag eigenlijk quads moeten doen, maar ik ruil me even om met borst. Doe ik morgen even quads. Hoop dat ik morgen wat meer energie heb, maar ja, ik weet niet. Niet zo heel veel zin of zo. Ik heb mijn pre-workout al op. Maar ja. Thank you.
Laat eens even zien, Ruben, wat heb je daar? Het ruikt wel echt fucking lekker. Een beetje gebakken ei. Oké, okay. Dan is een grote oorlog wat iets speciaal. En verder? Twee kaasvlees op kipcorn. Nice. Ik doe over 4 weken mee, goed? Oké. Training klaar, gelijk even een rondje poseren geoefend. Ik ben nog goed verrot, schouders een beetje zeer, dus het begint allemaal een beetje te knakken weer en zo. Het is nu 3 uur, dus ik heb nu nog even 2 uur om rustig aan te doen en dan weer even een avondshift draaien. Een beetje moe, maar ik kan nu wat eten, dus dat is chill. Even mijn eiwitshaker weer en mijn 30 gram brinta met wat rozijnen. We hebben hier dus een massageruimte en die is vandaag niet in gebruik. Dus ik pak hier even een powernap, fucking chill. Ik heb serieus even 1/2 uur geslapen, echt fucking chill. Dus 1/2 uur minder honger ook. En ik ga zo even wat eten en dan nog 5 uur werken. Dus op zich is er wel doorheen te komen nu. Even tijd voor mijn eerste carb meal. Het is nu 4:15, dus een beetje vroeg, maar ik heb honger.
200 gram vlees, 150 gram sperziebonen en 80 gram rijst met een beetje ketchup. Ik pak nog maar even een kop thee, want hij begint een beetje zwaar te vallen vandaag. Best wel honger. Training ging ook niet zo. Weinig energie. Beetje last van mijn schouder en van mijn knieën. Ik moet nog even kijken, 5 uur. Dus nog wel flinke shift te gaan, maar goed, komt wel. Het is vandaag gewoon even een beetje wow. Zo, even een hapje eten nu. Ik ben echt ajax erin, joh. Ik heb nu even een maaltijd staan met wat nootjes, wat vlees en 200 gram sperziebonen en een kop thee. En dan vanavond thuis nog wat. Zo, dat was hem weer vandaag. 10 tot 10 dagje gehad. Ik heb er overleefd. Het laatste stuk viel best wel zwaar, of eigenlijk de hele dag al een beetje, maar hij zit er weer op. Dus nu naar huis. Zo op station moet ik een half uurtje wachten. Dus ik pak daar gewoon even, ga ik even rondjes lopen. Heb ik mijn cardio vast er een beetje gedaan. Het zo van vandaag 2000 calorieën op, dus niet heel veel. Ik ben een beetje over mijn honger heen nu. En ik op station even een flesje Sprite haal. En dan, ja goed. Ik ben een beetje op tijd naar bed vanavond. Ik ben echt op. Mijn knieën doen wat pijn. Ik ben wel benieuwd wat mijn gewicht morgen is. Want ja, ik voel me echt fucking leeg nu. Ik denk ook wel dat ik best wel rap zak. Ik heb nu nog 20 minuten de tijd. Dus ik heb bij Artico net even die gehaald. 5 calorieën in een flesje volgens mij. En ik ga nou gewoon even buiten zetten zonder een paar rondjes lopen. Ik heb geen zin om 20 keer hetzelfde rondje te doen. Dus ik pak er even eentje daar over de brug. En dan weer terug. En dan kijk ik even hoeveel tijd dat kost. Misschien dat ik er 2 doe. Al van nog een kwartier lopen en dan is het klaar voor vandaag. Ik heb het echt gehad. Zo, en nog even een salade met wat vis en dan...